Hallo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Wij gaan naar de homeopaat en daarna naar de IKEA en daarna video opnemen. Nee, eerst nog naar de man, video opnemen, dan is de dag voorbij. We gaan dus eens per hoeveel weken? Zes. Zes weken gaan we hierheen. Nou, eigenlijk dacht ik nu, misschien gaan we ermee gaan stoppen, maar toch voel ik ook wel weer verschil, dus het is een beetje dubbel. Ik weet in ieder geval dat ze het altijd heel goed wil doen. Ergens is het altijd wel fijn om over jezelf te lullen, maar aan de andere kant is het ook wel veel over jezelf lullen. We hadden het vandaag gehad over mijn dyslexie, over dat ik het lastig vind om met mensen af te spreken, omdat ik bang ben om mensen teleur te stellen en zo. Allemaal dingen die ik eigenlijk al heel mijn leven doe. Wat altijd even dat ik denk, oh ja, en ik ben nu dit boek aan het lezen. Best wel interessant. Het is een vertaling van twee andere boeken. Ik ga trouwens dadelijk naar IKEA, want ik ga de adventskalender van IKEA gaan we uitpakken vandaag. Met een andere bonbon, met twee andere bonbon, zo moet ik dat zeggen, met twee andere bonbon adventskalenders. Ga ik die vergelijken met elkaar voor een video. Die online staat als je dit ziet trouwens. Jij gaat stoppen, meid. Uitbehandeld. Uitbehandeld. Nee, heel veel dingen waar ik tegenaan liep, zijn eigenlijk wel gewoon prima nu. Ah, nou chill toch? Ja. Ik ben er nog niet helemaal uit of ik niet alles gedaan is. Nee, ja, het kan zijn dat ik ook niet meer. Echt? Hoezo? Ze zei dit wel hoor, tegen me. Ja. Kijk, dat is gewoon zo veel. Zullen we even naar IKEA gaan? Ja, leuk. Met cinnamon eten toch? Cinnamon? Een kaneelbroodje. Hier gaan we voor. 25% korting, schat. Hij is wel waardig groot, hè? Is hij zo groot? Jeetje. Zijn we weer, meid? Dat hebben we gekocht. Knoflook brood en een kaneelrol. Nou, hij is niet trok, maar hij is heel erg schemmerig. Oh. Nee, is slecht. Knoflook broodje. Boterig. Wel lekker. Oh, die is lekker, zeg. Super druk, joh, ineens. Oh. Vind je niet? Zeg heel. Net op tijd, dus. Ja? Die bank had ik niet gehoeven, hoor, per se. In het leer. Ja, want we zaten dus nog na te denken om misschien de bank, als die weg kon, een andere voor te nemen. Maar ik moet zeggen, zo'n soort bank ga je hier toch niet krijgen, meid? Dat weet je niet. Ik weet het wel. Kijk, deze bank hadden we eerst. Maar ik las dus op de reviews dat er een vrouw was die het zelf had gedaan. Die had weer opnieuw die bank gekocht. Ja. Maar die zei van de kwaliteit is opeens heel anders. Oh, echt? Dus het zou wel kunnen dat ze het goedkoper gemaakt hebben. Oh, dat zou kunnen, ja. Het ziet er wel raar uit, die zijkant daar zo. Dat is wel leuk voor ons ook bij de slaapkamer, toch die vakken zo. Dat vind ik best grappig. Ja. Meen je dat serieus of niet? Ja, serieus. Ik bedoel dit. Dan heb je wat ruimte voor... Maar wat ga je daarin doen dan? Want het zijn wel open vakken, hou je niet van? Nee, ik hou niet van open vakken in verband met dat het chaotisch lijkt, maar ja. Dit vind je dan wel weer leuk lijken? Ziet er wel leuk uit, toch? Ja, wel, nee, er hebben heel veel rotsen nog in de kasten staan. Maar dat wil je tentoonstellen? Ja. Oh. Zie je nog wat je wil hebben? Nee hoor. Helemaal niks. Jij? Ik heb deze. Hij is wel mooi. Weet je wat het is? Heel veel mensen zijn hier best wel enthousiast over deze adventskalender. Dus ik dacht, nou ja, moeten we hem een keer testen toch? Ah, misschien ook nog wel leuk om mee te nemen. Gingerbread taste. Die ook meenemen dan? We hebben heel lang deze lijst gebroken. We hebben allemaal dingen gehaald voor kersteten. Hey, het heeft geregend, of niet? Er zit ineens regen op de dingen. Maar goed, we hebben allemaal dingen gehaald bij de IKEA die je met kerst kan eten. Ook voor een vet benieuwd. Nu gaan we trouwens even een bouwbun eten. Onze favoriet hier in de buurt, in Delft. Ik was bijna bang dat de bouwbuns er niet meer waren. Maar ze hebben ze nog, toch? Waar zie je ze? Heel bang hier, hè? Ja, ik ben ook een heel bang persoon, schat. Oh, hier, de bouwbuns. Heerlijk. Ook, overigens hebben we dit al een keer eerder gegeten. Ik zal hem even hierboven linken. Ik denk dat ik wat anders ga nemen. Is dat erg? Hoezo? Word je niet boos op me? Nee hoor, maar je krijgt geen bouwbun van me.
Ik vind het altijd wel een goed teken dat al drinken en snackjes op tafel gezet worden. Maar wat is er nou veranderd? De gerechten zijn kleiner en om te delen. Popcorn is wel lekker. Ja. Lekker zout. Lekker zout. Goed smaak, ja. Gaan we delen? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Op zich gaat het wel beter, toch? Wel iets beter. Het is nog niet waar ik hoop dat het is, maar het gaat wel iets beter. Ja. Maar ja, vorige week ging het niet goed. Dit zijn de bouwbuns nu geworden, ze zijn wel een stuk kleiner dan dat we ze eerst hadden altijd. Maar blijf even lekker. Goeie saus ook. Heerlijk. Was zeker lekker. Kijk, het ei loopt er ook zo lekker uit. Oh, zo geweldig dit. Ex-Benedict. Dat heb ik eigenlijk nooit. Dat neem ik echt nooit. Hè? Ja, heerlijk. Ja? De portjes zijn kleiner, maar... Dan is perfect voor, Voor ons was het perfect inderdaad, ja. Gaan we nu doen? Naar huis? Naar huis toch? Ja, even dingen halen en dan... Knuffeltje geven. We gaan nu richting huis. Spulletjes halen, richting de mal misschien. Nog even langs kantoor opnemen. Hoop te doen in weinig tijd. Daar is die, het mannenmannetje. Mensen hebben jou gemist, Freek. Hey, lig je lekker? Oh, sorry Freek, er was iets te dichtbij. Waarom zit je er zo bij? Zo koud. Heb je het koud? Zo koud. Hoe komt dat dan? Ik had misschien geen panty aan moeten doen vandaag. Nee, misschien is dat een goed idee inderdaad. Ik haat broeken. Je haat broeken? Ja. Ik ben dus al 2 weken aan het wachten op een adventskalender die binnen moet komen. De duurste die in de test zou voorkomen. Morgen moet de video online, maar ja, ik vraag me af of die er vandaag wel geleverd is. Ik hoop het wel, maar ik vraag het me echt af. We hebben dus een vliegenplaag in huis. Ze zitten overal en we dachten eigenlijk dat het een plant was die hier altijd bovenop stond. Die hebben we weggedaan en ze zijn er nog steeds, die viezerikken. Ik heb zelfs allemaal van die valletjes staan. Er vliegen ze al mee, maar het lijkt net alsof ze gewoon uit de dood opstaan of zo. Nee, weet je wat het is? Pad zich gewoon enorm voor. Ja, dat is niet normaal. Wat ben je nou die thumbnail, grappig. Ja, die thumbnail die je voor Sof hebt gemaakt, hè? Maar kijk, dit is echt geweldige thumbnail heb je wel gemaakt. Ervan. AI. Ja, dat maakt niet uit. Of dat je is leuk, hè? Ja, dat is wel leuk. Af AI. Maar kan je ook AI gebruiken bij de thumbnail van vandaag voor de podcast? Nee, daar heb ik geen zin in. Dat is echt erg. Jij wil gewoon mijn thumbnails niet maken, maar die van Sofie wil je wel maken. Wat is dit? Ik vind dat leuk, die van Sofie. Ja, maar waarom van mij niet? Ik weet het niet. Nee. Zullen we gaan? Waar ik al bang voor was, is gebeurd. Het is niet binnengekomen. Wat wel binnen is gekomen, is een ander pakketje. Kijk, het zijn knoppers. Nou moet ik heel eerlijk bekennen dat ik knoppers nooit echt een ding vond vroeger. Maar, nee ja, ik vond ze niet zo lekker. Maar dit ziet er wel weer grappig uit. Het is blijkbaar een nieuwe smaak met peanut. Vind je het nou echt zo'n ding voor jou, knoppers? Ja, ik vind het heerlijk. Ja, hou je van knoppers? Ja. Echt zo'n knoppermeisje ben jij. Kijk, we hebben dus deze adventskalender. Dat is van de Bijenkorf. En die gaan we vergelijken met die van de IKEA. En als bonusding er extra bij hebben we nog een hele grote Coro kalender. Aan de andere kant dacht ik van ja, ik kan wel wachten tot die andere binnen is. Maar ja, ik weet niet of die überhaupt nog binnen gaat komen. Ik vraag me echt af of die ooit nog binnen gaat komen. Nee, ik denk dat die verloren is, joh. Dat denk ik ook. Dat is echt bizar. Kijk, net dat de samples die we hebben aangevraagd klaar zijn voor de nieuwe overprikkeld lijn. Wordt net iets anders dan normaal. Zou ze het dan versturen naar ons, denk je? Die kleding. Ik word soms zo gek van mezelf. Dan heb ik een bestelling gedaan. Waardoor uiteindelijk als we de shirts gaan verkopen, ik maar nog geen 4 euro per shirt overhoud. Maar ik snap niet helemaal, is het dan veel duurder geworden of zo? Het is veel duurder geworden, want dat klopt niet. Het klopt niet helemaal inderdaad. Nou ja, krijg je hier gelijk weer stress van. Vind ik zo kut. Ik denk van, heb ik het dan weer fout gedaan of zo? Maar ja, goed. Ja, ik maak eigenlijk die prijs gewoon veel te laag, hè. Voor wat het is. Ja, of je moet goedkopere shirts gaan doen. Ja, maar ja, dan heb je weer het probleem dat we natuurlijk, als we goedkopere shirts gaan doen, dat mensen denken, ja, maar die kwaliteit is anders. Ja. Dus ja, met overprikkeld items vind ik dat wel een dingetje natuurlijk. Mm. Je moet daar niet overprikkeld gaan raken van het item wat je aan hebt. Nee, ja. Er staat 3 minuten online en zijn dan 3 truien weg. Ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik dacht, het gaat even wel duren, maar... Ruim een half jaar geleden waren we dit project met Jasmijn begonnen. In samenwerking met haar hebben we 9 truien gemaakt, waarvan de volledige winst naar het NVA gaat. Want het zijn ook geen goedkope truien, ze zijn 80 euro.
Ja, ze zijn wel echt super echt exclusief. Heel cool, ja. Ja, we hadden ze zelf ook wel willen houden, maar ja. Goed. Zo, dat is toch bizar? Binnen 3 minuten, joh. Ja. Bizar. En ze hadden ze nog niet eens gezien, want we hebben ze helemaal niet laten zien. Dus mensen moesten gelijk beslissen dan of zo. Denken, oh, dit vind ik vet. Ja. Elke keer doen we het dan toch weer verkeerd inschatten. Want ik dacht echt van, nou, dit gaat echt niet... Het duurt wel even een paar dagen, want we hadden zelfs 2 posts hebben we ingepland voor over een paar dagen weer. Maar... Ja, ik heb een mail ingepland voor over 5 minuten. Nou, ik was het allemaal uitgekocht, joh, voor die tijd. Nou, dat zal ook wel niet trouwens. Maar goed, ja, het project is live. Dus zou ik tegen Jasmijn zeggen dat er al 3 uitverkocht zijn? Ja. Het is uitverkocht. Binnen een half uurtje was het weg. Ja, dat had ik niet verwacht, want ik keek nog net bij de post en toen waren er 5 weg. En was binnen 5 minuten zijn er nog 4 weggegaan daarna. Ja, het is echt... Insane. Nee, ik had het niet verwacht. Nee, ik had het ook echt niet verwacht. Sommigen denken dat gaat nog wel even duren, want het is wel echt uniek. En ja, ik snap dat het best wel een statement is waar je mee gaat lopen. Uitgaven ook. Dan vraag je natuurlijk af, hoeveel geld gaat er nu eigenlijk naar het goede doel? Dat heb ik net uitgerekend en dat is ongeveer 330 euro. Ik vind dat hoog, hoor. Vind je hoog geld? Dat is geweldig, ja. Alle credits naar Jasmijn, hoor, want ik kan wel zeggen, wij hebben het gemaakt, maar zij heeft het meeste werk eraan gehad. En zij is het creatieve masterbrein, dus ik wil ook even dat jullie, als je deze video ziet, even naar de website gaan en even kijken waarom we het project hebben gedaan. En ga naar Jasmijn, de Instagram. Kijk vooral, want het is echt geweldig wat ze maakt. Hey, mannetje. Hé, een lekker ventje. Kijk, wij knippen pizza's. Ja, dan wie knipt niet pizza? Ja, nou dat weet ik niet. Zijn er veel mensen die geen... Echte Italian. Nou, ik moet dus zeggen dat ik dus had gezegd tegen Guylaine dat ik het de komende tijd niet wilde bestellen. Dat hebben we nog steeds niet gedaan. Dit is de eerste opwarmmaaltijd sinds 2,5 week, denk ik. Dat we een pizzaatje of zoiets hebben gedaan. Wil je mij wel erbij? Nee. Wat is er nou, vieze Rick? Wat denk jij? Oh, ik krijg wel eten nu. Van een timing. Leuk dat je weer hebt gekeken naar een nieuwe dag uit de leven. Binnenkort zijn we weer terug met een nieuwe video waarin we naar Amsterdam gaan. Maar mocht je voor die tijd nog iets anders willen kijken, volg vooral de podcast.